NTR. Je bent een Makamba, je bent een Nederlander, hun allemaal. Ik ben zat van die mensen, laat ik het echt zeggen. Ik ben zat van hun. Hun bepalen wat met ons van het Bonaire gebeurt. Waarom doen ze ons dit aan? Willen ze ons uitroeien van Bonaire? Dat hun hier de paradijs komen van genieten? Bonaire was bij uitstek het Bounty-eiland waar niemand zich druk maakte. Sinds 2010 is dat echter volledig veranderd. Het eiland is een bijzondere gemeente geworden van Nederland met alle gevolgen van dien. De Bonaireaan voelt zich een vreemdeling op eigen eiland. Windsurfen zit Bonaireanen in het bloed. Voor veel arme jongens is windsurfen een ontsnapping uit hun dagelijkse realiteit. Ze dromen om wereldkampioen te worden, want de windsurfsport biedt hen een serieuze kans op een beter bestaan. Er is geen 6-7 meer. 6-1. De 22-jarige Choco Frans is professioneel windsurfer. Hij werkt op een windsurfschool waar hij de toeristen helpt met het sjouwen van hun zeil. Daarnaast traint hij op eigen initiatief de lokale jeugd. Zijn eigen jeugd is niet altijd even makkelijk geweest. Mijn vader en moeder zijn gescheiden. Mijn vader die ging in Nederland wonen en mijn moeder die was in Curaçao. Ik wou niet meer naar Nederland of Curaçao. Ik wou gewoon op Bonaire blijven. Zodat was ik bij mijn oom en opa gebleven. Mijn opa die was de enige die werkte. Hadden toen die tijd. Dus waren ik met mijn twee broeren en nog een neef. Het was een beetje hard voor mijn oma en opa, weet je. En hoe was het dan voor jou dat je moeder niet voor je kon zorgen als klein jongetje? Wat miste je haar dan? Of? Ja, je weet wel dat je een moeder hebt, weet je. Maar ik voel echt voor mijn opa en oma, weet je. Wat voor maat had je net? Welke maat? 3-0. 3-7. Ik wil gewoon meer kinderen bij het sporten even brengen. Ja, als ze zelf zin in hebben, push ik wel een beetje harder in. Zelfs gisteren waren ze hier een paar tricks aan het leren. En ze wou binnenkomen. Ik zei van nee, je moet dat ding doen totdat je het goed kan. Dan mag je wel met mij mee naar huis. Choco is voor de jonge jochies de godfather van het windsurfen. Hij stimuleert de jongens niet alleen om hard te trainen, hij vangt ze zelfs met het weinige wat hij heeft ook thuis op. Kinderen op Bonaire, heel veel moeder en vader die hebben geen goede baan en ze hebben zoveel kinderen in huis, weet je. En vaak zie je veel kinderen die echt gewoon op straat lopen, weet je. En zonder slippers, gebroken t-shirt of broeken. De meeste kinderen die komen liften naar de windsurfschool. Ik heb zelf veel kleine kinderen bij me thuis en ik probeer echt voor hun te zorgen. Een beetje aandacht aan hen geven. Want hun ouders en hun vader die moeten echt veel werken om aan het geld te komen om hun te verzorgen, weet je. En ik probeer ze gewoon een beetje in het op sorobon te brengen en een beetje in het sporten. Choco, hij is net als mijn broer. Ik kijk altijd op hem. Choco, ja, Choco. Hier altijd helpt hij me. Hij zegt me wat niet goed gaat. Ook wat goed, wat geen goed. Hij doet veel voor mij. Als ik wil naar Sorbonne komen en ik heb geen vervoer, bel Choco en vraag je hem. Om het te komen ophalen. Ik zeg gewoon, geen probleem. Als ik vraag om bij hem te komen slapen, om, direct, want hij werkt hier. Zeg hij ook, geen probleem. Ik doe altijd leuke dingen met hun. Dus ze vinden het echt prachtig om bij mij te blijven. En
Ze weten ook niet hoe ik die geld of die aan het eten kom om te op te voeden. En ik ga ook zo niet zeggen dat je eet. Je mag dat niet eten, je mag dat niet eten. Weet je, ik hou gewoon van kinderen. Ik weet niet. Mijn droom is om een werkcomputer te worden. Dus het is een beetje meer werken om bij te komen. Ja, even los hoop. Weet je, je moet dan nooit je hoop losen. Dus altijd ervoor vechten en gewoon wachten op wanneer iets goed voor jou komt. Iedereen kent elkaar, want het is een kleine bevolking. Iedereen zijn haast bijna familie van elkaar. Deze weg rijd ik elke dag, van maandag tot en met vrijdag, om mijn centen te verdienen. Dan hoef ik niet te bedelen bij niemand. We leven niet prettig meer. We leven onder de stress. Degenen die een heleboel geld verdienen, die hebben het probleem niet. Ze kunnen kopen, doen en laten wat ze willen. Zaken, handel, saus. Ja, mami. En toch hier, man? Ja. Een beetje koop. En toch heb ik een chicken wings. Ja? Ik heb chicken wings. Chicken wings en sweet saus. Ik ben een vrouw van de straat. Ik sta van 's morgens vroeg de keuken in en tot 's avonds laat. Want ik moet zelf spullen halen, inkopen doen, weer snel naar huis. Wat ik nog niet heb gemaakt, moet ik nog maken. En daar verkoop ik tot 7 uur, 7:30 's avonds. En dan moet ik alles weer eruit, alles schoonmaken, klaar. Weer spullen maken. Zo is mijn dag. Dag in, dag uit. 7. Atakie, mami. Dankeschön. Die vlees. Vleeskroketjes. Ik doe het graag. Laat ik het zeggen. Ik doe het heel graag. Maar nu zie ik dat ik meer werk heb en minder verdienste. Dus dan is het niet leuk meer. Maar het lijkt alsof u wel heel blij bent en gelukkig. Ja, ik ben gelukkig. Wat moet ik verder doen? Mijn leven zuur maken, het is al zuur. Ik kan niet zeggen. Op het eens zo lieflijke eiland waar alles betaalbaar was, heerst nu een verontruste stemming. De Nederlandse invoer van nieuwe wet en regelgeving maakt dat niet beter. Net zoals in Nederland wordt er ook op Bonaire flink bezuinigd. Zo is fysiotherapie volledig uit de basisverzekering gehaald. Vanaf 10-10 zijn we achteruit gegaan. Daar komen echt van die bekakte en die asociale gasten hier over het eiland. En hun denken dat ze alles weten. Nou ja. Lopen te pronken. Deze beslissing is niet is genomen zonder echt te kijken hoe het hier gaat. Want het is hier anders dan in Nederland. A, je kan niet bijverzekeren. B, we verdienen hier gemiddeld minder dan in Nederland. 50% van de bevolking zit onder de armoedegrens. Hoe moeten ze zelf fysiotherapie betalen? Ja, dat kan niet. Wij zijn de dupe, de Bonaireanen. Nederlanders en wie dan ook zijn de dupe niet. Elk Nederlandse persoon die hier komt, die zit alleen maar in de hoge positie. Ze gaan geen toiletten schoonmaken. Hun kunnen alles betalen hier op het eiland. En daarom lopen ze te pronken op ons land. Eiland. Annemiek, laat ik in deze. Je bent een Makamba, je bent een Nederlander, hun allemaal zijn. Ik heb niks tegen Makambas. Niks, echt waar. Diep van mijn hart, ik heb niks. Maar wat ze doen, wat ze uitspoken,
dat zit me dwars. Het gedrag. Het gedrag, het gedrag. Ik ben zat van die mensen, laat ik het echt zeggen. Ik ben zat van hen. Hun bepalen wat met ons van het beneden gebeurt. Waarom doen ze ons dit aan? Willen ze ons uitroeien van Bonaire? Dat hun hier de paradijs komen van genieten? Nee, wat ik begrijp is wel dat ze het willen bezuinigen. Alleen Roos... Bezuinigen op de gevangenis daar in de playa daar. Dat ze hebben groter gemaakt, Annemie. Ja. Daar hebben ze niet bezuinigd. En ze bezuinigen op onze gezondheid, Annemie. Ah, ja. Is niet goed? Nou, geef me aan in de moensje. Ik heb dorst van al dat praten met je. Daar had je stil moeten blijven, en praten. Sweet and sour, met je douche. Pa mi amor. Kleine kinderen die gaan met honger naar school. Ze hebben geen eten, ze hebben geen brood. Ze hebben niks. Mijn vrouw is ook een juf en dan zegt ze ook bijvoorbeeld, Jan, een heleboel kinderen. Laat maar zeggen, een paar jaren geleden was er niet zoveel. Nu is er nog meer erbij gekomen die, laat maar zeggen, geen brood. Of als ze 's ochtends vroeg naar school komt, 7:30, dan hebben ze niks te eten. Dan krijgen ze eten op school. Dus dan kan je nagaan, dus er gaat iets mis. Je bent een auto, je bent een auto, je bent een auto. Na bati. Maar Kambas die zeggen dan van ja, de Bonaireanen die zijn boos op ons. Maar wat doen ze zelf? Ze komen niet opdagen, ze houden zich niet aan de afspraak. Luister, de Makambas moeten zich aanpassen aan onze cultuur. Net als wij daar aanpassen. Ik heb geen hekel aan Makambas, echt niet. Maar de meeste gedeelte is bekakt. Op het eiland verschijnt dagelijks het dagblad De Extra Bonaire. Boyan Twan is hoofdredacteur van deze in het Papiaments geschreven krant. Hij weet als journalist als geen ander wat er op het eiland speelt. Hij maakt zich druk om de uitzichtloze situatie van zwakkeren in de samenleving. Vooral verstandelijk beperkte en analfabeten hebben het zwaar te verduren. Alles is duur geworden. Elektriciteit, water is 20% gestegen de laatste weken. Eten is duur. De salarissen en lonen zijn niet gestegen. Dus vooral voor die armere Bonaireanen is het overleven. Kijk, iemand met een pensioen van $600, een AOW, die kan bijna niet leven. Ja, dan spreek je gewoon van overleven. De Bonaireaan schaamt zich om naar buiten te komen met zijn armoede. Maar ik weet dat een heleboel van die mensen het moeilijk hebben. Ja, ze wonen met hun vieren hier in het huis. Soms hebben ze niets te eten. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Ja, ik ga naar de pastoor en de priester hier in de parochie. Om hulp te vragen. En hij heeft een pensioen, moet in pensioen, hè? Ja. Hij heeft wel een pensioen, maar ja, het is niet genoeg. Ja, soms hebben we helemaal niets te eten. Ja, niemand, ik krijg geen hulp van niemand hier op Bonaire. Ja, ze voelt ook een beetje schaamte en zo om hier. Om elke keer naar de mensen te gaan om hulp te gaan vragen en zo. Vroeger kreeg ze bijstand, maar nu krijgen ze het niet meer, want ze zeggen ja, Richard die krijgt pensioen, dus ja, ze schamen zich om niet te zeggen dat ze niet kan lezen, niet kan schrijven. Ja, doordat ze denken dat ze analfabeet of praktisch analfabeet zijn, denken ze dat ze gewoon niet serieus worden genomen. Niet alleen de toenemende armoede op het eiland baart Boyan Twan zorgen, maar ook het verdwijnen van de Bonaireaanse cultuur. Met leden ogen ziet hij aan dat de Bonaireanen in de minderheid raken. Volgens hem wil maar een kleine groep Nederlanders integreren. Je bent goed ingeburgerd. Die ex-slaven die hadden het moeilijk in het begin. Ja, ze hadden geen geld, ze hadden geen werk. Ze moesten in die plantages gaan werken. Met bonnen moest je naar die werkgever, dan moest je in zijn winkel.
kopen. En daar hielden de mensen niet van. Ik geef cursussen over de geschiedenis van Bonaire. En er is een kleine groep die zich wel integreert. Ze beheersen de taal ook een beetje. Maar de meerderheid van Nederlanders hier, ja, die blijven eigenlijk in hun leven. En zij integreren zich niet, de meesten niet. Hoe lang woont u hier? 22 jaar. 22 jaar. Ik ben hier gekomen door... Nou, niet helemaal. Nee, niet. Freek, het is schandalig, ik geef het toe. Maar... Je moet toch respect tonen voor onze taal. Ja, maar ik heb wel respect voor jullie, maar die... Ja, iedereen begint Nederlands te hebben. We gaan geen ruzie zoeken, hoor. Want ik kan er echt niks aan doen. Ik spreek Frans, Duits, Engels. Maar zo met is geen wereldtaal. Je kan er nergens mee terecht. Ja, nee, maar dan spreek... Maar dan spreken we Engels, Frans, Duits. In de Bonaire-landen denken, ja, die Bonaireanen die weten niets. En ze komen soms met ideeën, met projecten die in Nederland haalbaar zijn, maar hier niet. Ze komen echt met ideeën, ja, we gaan die Bonaireanen leren hoe alles goed moet gaan, weet je. Kijk, de mensen van Bonaire houden van om leguanen te gaan vangen, bijvoorbeeld. Sommige Nederlanders, ja, ze vinden ons een paar barbaren. Want ja, we vangen die leguanen, die worden geslacht, gegeten en zo. Maar in Nederland gebeurt dat ook volgens mij met konijnen, met eenden en zo. Dus waarom is het daar acceptabel en hier op Bonaire niet? De mensen hier geloven als je gaat fluiten of zo, dan gaat hij niet weg. Volgens mij is dat een vrouwtje. Ja. De leguanen zijn op Bonaire niet bedreigd. Het is wel een beschermd dier, dus internationaal gezien. Je mag de leguanen niet uitvoeren. Dus het verkeer van leguanen, dode of levende leguanen, dat mag niet. Ze worden gewoon door de douane in beslag genomen. Maar hier op Bonaire tot nu toe is het toegestaan. Het is eerder een plaag dan dat hij bedreigd wordt. Maar ik denk over een paar jaar mag het niet meer worden gevangen. Dat is ingrijpend voor onze cultuur. Dat is een gewoonte van ons. Eindelijk. Het is het. Het is een vrouwtje. Die heeft eieren in zijn buik nu. En dat is een delicatesse. Soms 30 eieren, 40, tot 60 nog. Ja. Dus... Oh, wat shit. Dan gaan we terug. Dan gaan we soep. Van maken, of niet? Een goede vriend van Boy is Don Miquel. Een man die lange tijd in Nederland heeft gewoond en voor zijn werk als olieinspecteur de hele wereld heeft rondgereisd. Nu geniet hij van zijn oude dag. Dit is een man van de natuur, man. Echt waar. Als het regent, dan gaat hij in zijn dam daar zwemmen. Hij maakt goudskool. Hij doet alles. Lekker bij, jongen. Binnen een half uurtje is het in de pot, ja.
kunnen we lekker soep drinken. Ja. Als we nog een keer dat God moet zeggen dat we moeten in de paradijs zeggen, nee, ik ga niet meer, want ik woon al in de paradijs. Ik ben zo happy, en lekker. Ik eet marihuana soep. Ik heb mijn kippen, ik heb mijn eieren, ik heb mijn geiten, groenten. Ik moet niets te kopen. Alles wat ik moet kopen, ik heb ik vanzelf. Hé, hey, 5 kilo, brother. 5 kilo. Ik ben 80 jaar. Ik ben allang hier. Ik bedoel, ik ben hier geboren. Wat vindt u van de Nederlanders die op het eiland komen wonen? Wat ik vind, dat ze zijn niet zo, ik moet zeggen, vriendelijk net over dat, wat ze noemen, apartheid. Dat is niet mooi. Ik vind dat is voor de ouderwets. Ik vind, als je Nederlander is, dan moet je met ons ook meedoen. En wij met jullie. Zo. En samenwerken en samen alles doen, dan gaat Bonaire in sap voorop. Maar als je denkt dat je alleen gestudeerd bent, je bent slim, je bent wat, en wij zijn niets, en, dan krijg je altijd een botsing. Ik vind het beter zonder vrouwen te leven. Toen ik jong was, woonde ik in Amerika, in Puerto Rico. Mexico. En ja, door mijn werk, ja, dat was mijn probleem. Hè. Daarom was mijn vrouw niet blij en zei altijd alleen. En zei, hey, goodbye, Miguel. Zo, ik zei, hey, goodbye. Dat was voor mij geen probleem. Ik heb vrienden, vriendinnen, overal, maar bij mij thuis heb ik niet. Hoeveel kinderen heeft u totaal? 17. 17. 17. Ja. 17 kinderen? Ja. Bij hoeveel verschillende vrouwen? 7. 7 vrouwen, ja. Heerlijk, joh. Mannen met veel kinderen bij verschillende vrouwen. Op Bonaire kijken ze er niet raar van op. Veel kinderen groeien op zonder vader, zo ook Milton. Ik woon in Ikeboko, bij mijn moeder. Ik alleen met mijn moeder. Ja. Waar is je vader? Gewoon, hij blijft niet bij ons. Nee. Waarom niet? Ik weet niet. Single mom. Is een hele grote issue. Ja. Die kleine jongen, ja, het is moeilijk voor hem ook. Het is ook moeilijk voor hem om ook zo op te groeien zonder die vader erbij. Die consequenties blijven altijd op de moeder. Altijd, altijd, altijd blijven op de moeder. Vader loopt weg, geen probleem. Volgende dag. Met een andere vrouw. Gemakkelijk. Heeft u zelf kinderen? Bent u getrouwd? Ik ben nooit getrouwd, nog steeds niet. Ik heb wel 1 kind in Nederland. Ja, ik ken hem niet echt. De laatste keer dat ik heb hem gezien, hij was 4 maanden oud. Ja. Het is moeilijk. Er zijn moeilijke dingen.
weet, ik moet gezond zijn. Gezond proberen te blijven. En genieten van mijn leven. That's it. Wie kan ik nou het wel eens vertellen? Je wilde het kwijt. En je kon het niet kwijt. Dus je voelde je ontzettend alleen. En vertelde ik dat ik een vriend had. Ja, dat was alsof ik er een bom neerlegde. NTR. Speciaal voor iedereen.